natuurlijk super gaaf als je uiteindelijk wel doorbreekt. Iedereen zegt van ja, dit gaat je toch allemaal wel lukken en je gaat je makkelijk plaatsen bijvoorbeeld voor de World Cup. Maar dan denk ik van ja, je moet het nog maar even doen en er kan van alles gebeuren en dan plaats je niet. Ik dacht, als er nu nog iets komt, weet ik niet of ik het trek om dan nog weer helemaal weer vanaf nul weer te starten. Ik ben Maaike Sveen, ik ben 19 jaar en het grootste doel is om uiteindelijk op de Olympische Spelen goud te halen. Maar ja, dat is allemaal nog heel, dat weet ik allemaal nog niet, dus ja, dat is allemaal afwachten. Mijn broer die ging voor het eerst naar de ijsbaan om te kijken of hij het leuk vond. Dus hij ging met een training meedoen. En toen moest ik kijken langs de baan en dat vond ik helemaal niks. Ik vond het echt doodsaai om daar nou, gewoon toe te kijken hoe iedereen leuk aan het schaatsen was. Dus toen heb ik tegen mijn ouders gezegd van ik wil ook schaatsen. Ik kom uit wel een echte sportfamilie. Mijn opa heeft altijd geschaatst en ook wel wat gefietst. Maar vooral het schaatsen heeft ook als stedentocht gereden. Een paar keer en mijn vader heeft ook altijd geschaatst en gefietst. En mijn broer ook altijd geschaatst en gefietst en die fietst nog steeds. En ja, dus het is een soort van met de paplepel ingegoten. Ze vonden gezelligheid leuk. Schaatsen is wat dat betreft samen met kinderen op de binnenbaan, hè, daar begin je. Ja, op de ijshockeybaan. Dat was natuurlijk heel gezellig, heel veel kletsen en doen. En, maar ze hadden wel vrij snel de schaatslag in de gaten en hoe het moest. En, uiteindelijk is zij behoorlijk trainbaar en leergierig. Dus waar iemand tegen haar zegt, daar doet ze wat mee. En dat is denk ik ook wel een heel positief en goed eigenschap van Maaike. Toen ik net begon was ik niet per se beter dan mijn leeftijdsgenoten. Op een gegeven moment had ik wel dat de jongens ook uit mijn club, daar gingen we dan natuurlijk, dus we hadden een soort strijd mee. En dan won ik wel eens van hun. Dat vonden ze dan natuurlijk nooit leuk om te verliezen van een meisje. Ik ben eerst begonnen bij dus de ijsvereniging Borger Compagnie. Dat is dus een club bij mij in Groningen op Kardingen. Toen uiteindelijk mocht ik naar de jeugdbaanploeg. Dat was eigenlijk al wat serieuzer. Je had echt helemaal een tenue van de jeugdbaanploeg. En je had wat leuke trainingsdagen en vaste trainingstijden. Toen, daarna mocht ik naar de C-selectie. En daar heb ik 2 jaar in gezeten en toen naar de A- en B-selectie, dat is een combinatie ervan. En daar heb ik ingezeten totdat ik B2 was. En toen ik A1 was, ben ik bij Telenet gekomen. Nou ja, wij hebben eigenlijk, vooral Edwin, heel veel moeten plannen om haar schaatstrainingen qua vervoer. Hè. Ze werd vaak gebracht, ook naar Heerenveen, naar Groningen. Met Edwin zijn werk is dat ook wat makkelijker te combineren. Dus toen kon dat ook, maar al dat geregel eromheen, dat viel voor ons eigenlijk grotendeels weg, maar voor haar ook. En dat gaf wel heel veel rust. Ja. En het op zichzelf wonen, dat leek haar heel leuk, altijd heel leuk. Maar ik wou altijd op kamers. Ja, ik had de keuze tussen of KTT Noord, dus of in Groningen blijven, of naar Telenet. Nou, ik woon bijna een half uur van de ijsbaan af. En mijn school zat in Groningen zelf en dat is met de trein wel 3 kwartier en een bus. Dus het was voor mij best wel wat reistijd en dat had ik al best wel wat gehad. Omdat ik toen al wel was begonnen daar aan mijn studie. En dan ging ik naar de school, ging ik naar de training. Maar ja, het kostte me meer energie om naar de trainingen te gaan en naar school te gaan dan dat ik de energie uithaalde, zeg maar. Nou, ik vond Maaike eigenlijk al vanaf het begin af aan heel erg volwassen overkomen. Naar mijn idee heeft ze ook niet echt moeite gehad met de overstap maken naar Enschede, naar de TNA. Op zichzelf gaan wonen. Volgens mij was ze daar ook heel veel aan toe. En ja, ook daarin weer, ze weet wel heel duidelijk aan te geven wat ze wil en wat ze niet wil. En kan daarbij ook wel goed
de hulp inzetten of vragen van de staf om zich heen. Dus ja, met Maaike was dat eigenlijk heel relaxed allemaal. Mijn dag bij Telenet begint vaak, als ik bijvoorbeeld de dinsdag pak, dat begint dan best wel vroeg in de ochtend. Dan gaat de wekker om 7:15 en dan staan we om, nou, vaak gaan we dan om 7:45, 7:30 gaan we naar de ijsbaan. Dus snel ontbijt maken, havermoutje maken en dan omkleden naar de ijsbaan. Dan gaan we schaatsen. En dan komen we terug. Nou, eerst natuurlijk wat eiwitten binnenkrijgen. Dus met z'n allen een beetje kwark eten. En dan de een die gaat naar school, de ander heeft niks. Dus dan splitst iedereen een beetje naar zijn eigen ding van de dag. Dus dan ga je gewoon met school bezig. En dan in de middag hebben we vaak krachttraining rond 3:30, 4:00. Dus dan krachttrainen. Nou, dan komen we terug en dan moet er een groepje koken. En dan soms ben ik dat, soms zijn anderen dat. Dus dan moet je naar de winkel en dan ga je koken. Oh. Oh. 24 Kitchen is dit. Ik ben de nieuwe Jamie Oliver. Oh, maar je hebt zelfs een microfoon. Ja. Serieuze shit hoor. kan mij een beetje koken. Dit wordt uitgeknipt. Ja, mij kan goed koken hoor. Ja? Nou, het ligt eraan wat we gaan eten trouwens. Oh, heb ik een keer iets vies gemaakt dan? Ja, die gnocchi, daar ben ik klaar mee. Ja, maar dat snap ik wel. Dat is al zo vaak gemaakt. Dat is ook wel een sterk punt, het plannen van studie en sport. Dus en studie en sport wordt nu wel steeds lastiger. Maar dat was daarvoor wel heel goed. Ja. Daar kon ze heel goed mee dealen. Ik denk dat ze wel een grote stap gemaakt, ook als persoon, maar speciaal als echt atleet en met iets meer topsportmentaliteit. Dat af en toe is niet alleen lief zijn en vriendelijk zijn, en dat is heel goed, dat is een goede kwaliteit van haar. Maar op de piste, zij moet iets meer echt een vechter en een beetje de vuur in de ogen. Dat zij wil iedereen, bij iedereen winnen. Ik denk wat Maaike uniek maakt is ook met name gewoon hoe zij is als persoon. Ze is heel rustig, heel down to earth. Hè? Ze weet wel wat ze wil en heeft haar doel echt wel voor ogen. Maar het is zeker geen opgever, ontzettende doorzetter. Waar anderen misschien snel wel de handdoek in de ring hadden gegooid, gaat zij wel door. En ik zeg niet dat dat altijd makkelijk voor haar is, want die momenten heeft ze zeker ook wel gekend afgelopen jaar. Maar ze zoekt wel de mogelijkheden op en probeert daar wel het positieve uit te halen. Dat is ontzettend mooi om te zien. En ik denk dat dat voor haar op dit moment de grootste onderscheidende factor is binnen de ploeg. Want zij was veel onzeker om wat zij echt kan doen. En wat ook met de iets langere afstanden dan 3 kilometer. Zij had wel veel twijfel daarover. Maar rustig, gewoon echt een beetje met iets meer zelfvertrouwen. Meer ook daar echt meer idee wat zij kan. En ook bewijzen dat in de trainingen. En in de wedstrijd, dat zij kon nog veel beter dan wat zij deed tot toe. En nu zij is meer echt een zelfverzekerd persoon. Dat kan nog iets meer in die goede keuze maken voor haarzelf en voor haar topsportcarrière. Ik heb vooral wel vriendinnen die ook echt zelf ook aan sport doen. Die begrijp je daardoor ook wat meer. Ik had daar natuurlijk hiervoor ook wel vriendinnen die niet echt aan sport deden. Alleen die op een gegeven moment, ik weet niet hoe je dat zegt. Je praat gewoon wat minder met ze, want je kan ze haast niet zien. En ze vinden het ook lastig dat je eigenlijk altijd moet afzeggen met dingen. Nou, ook wel eens heel lastig. Ja, met feestjes bijvoorbeeld. Dat maakt het wel lastig. Dat maakt het wel moeilijk. Ja. Feestjes en partijen waar zij dan op een gegeven moment geen tijd voor had. Of waar het, als er weer een training stond gepland, ja. Dan kon zij weer niet mee. En dat werd wel eens wat moeilijker. En vooral op de middelbare school. Ja. Daar, lagere school was er geen probleem. Daar is feesten
En dan, gaat het feestje gewoon voor. Ja. Maar op middelbare school werd het allemaal wat serieuzer voor haar. En ja, toen kwam er af en toe wat in de knijp. En haar had soms zelfs wat moeite mee. Ja. Ja. Het is mooi te zien hoe zij aan een kant heel sociaal en heel... mag ook wil altijd iemand helpen en zo. Dat ik vind wel echt een kwaliteit als persoon. Sommigen zeggen dat als topsporter je moet een beetje meer egoïstisch zijn. Maar ik denk dat Maaike is echt een persoon dat kan combineren alle twee dingen. Ze kan aan de top gaan en strijden voor zichzelf en door ontwikkelen. En aan de andere kant kan nog echt lekker de ploeggenoten helpen. Als ze heb vandaag gedaan, zij had geen wedstrijd meer, maar wel op het ijs gestaan. En de ploeggenoten helpen om te voorbereiden voor een wedstrijd. Dat is Maaike en kan het zeker combineren met een topsportleven. Zodat ik vind dat is bijzonder wat zij kan. Ook sociaal en goed voor de mensen zorgen. Maar aan de andere kant ook een echte goede topsporter worden. Ik zeg je altijd maar nee als je in de aanloop van een wedstrijd komt. Nou, en dat is in het schaatsseizoen, is dat elk weekend haast wel. Dus, maar toch hoor ik nu gaat het natuurlijk heel goed. En dan ben ik op tv geweest en dan heb je toch best wel wat vriendinnen die je dan nog appen van thuis. Van, ik heb je gezien. En ook wel een vriendin van mij vroeger uit mijn straat. Die is ook komen kijken bij het WSKT. Dus dat is dan wel super leuk. Alleen, ja, zij beginnen nu wat meer te begrijpen waarom ik toen, zeg maar, toen ik nog thuis woonde, waarom ik toen zoveel eigenlijk weg was en veel te doen had, zeg maar. Mijn opa is overal bij. Soms dan laat hij het ook niet weten en dan staat hij ineens op de ijsbaan. Ergens in Deventer, ja, overal is hij. En ja, mijn ouders gaan ook altijd mee. Want ik ben natuurlijk nu veel minder thuis. En dan, nou, mijn vader is natuurlijk helemaal schaatsgek. Maar ja, dan vinden ze het wel leuk om ook gewoon bij de wedstrijd te zijn als het kan. En ja, daar hebben ze het allemaal voor over. Ja, dus zij supporten mij daarin en dat weet ik ook. En ik vind het juist wel fijn dat ik met hun het daar ook gewoon goed over kan hebben. Over het schaatsen zelf en over de mentale dingetjes. Dus ja, daar voel ik eigenlijk niet echt druk van. Op een rustige dag ging ik een herstelrondje rijden met een paar anderen van mijn team. En toen viel ik, had ik mijn elleboog gebroken. Ik heb nog wel wat getraind, maar elke beweging die ik eigenlijk maakte met mijn arm of een spier aanspannen, ja, dat deed gewoon heel veel pijn. Nou, toen was ik geopereerd, toen nog 2 weken gips, dus daarmee kun je ook niet optimaal trainen. Dus eerst wel met de fysio krachttraining gedaan met gips. Nou, dat was eigenlijk prima te doen. Het was wel fijn dat ik daar gewoon goede begeleiding in had. Ja, er moest voor geopereerd worden en dat heeft toch wel echt een grote setback gegeven. Maar ook daarin, en dat is ook echt dankzij Maaike, gewoon wel kijken naar wat zijn de mogelijkheden. Hoe kunnen we wel zorgen dat we zo snel mogelijk weer op de fiets zitten en dat we wel de krachttraining kunnen doen. Dus we hebben dat deels 1-op-1 gedaan in de fysiotherapie setting in het begin. En nou, toen we merkten dat dat eigenlijk best wel goed ging en dat ze dat allemaal aankon, dus eigenlijk ook vrij snel wel weer gewoon de trainingen hervatten met de groep, met de ploeg. Als er een kans was dat ik kon trainen, wou ik die gewoon aanpakken, want ik dacht, dan ben ik zo snel mogelijk weer daar. Ook omdat je in het huis zie je al je andere teamgenoten doortrainen en wedstrijden rijden en dan zie je, dan denk je van ja, als ik niks had gebroken, dan had ik daar nu ook gestaan. Uiteindelijk heb ik plaatsingwedstrijd gereden voor het NK Allround, omdat ik op de Residentie Cup niet van start kon. Want toen liep ik nog met gips, dus dat was eigenlijk het eerste wedstrijdje die ik dan weer reed. En dat ging eigenlijk best goed. Ik was eigenlijk best wel tevreden mee. Kijk, je inhoud is natuurlijk minder, omdat je heel veel minder hebt gedaan. Je hebt heel lang stilgezeten en ja, je maakt gewoon minder uren, maar verder ja, was ik eigenlijk best wel tevreden mee. En mijn arm, dat ging eigenlijk ook best wel goed. Dus
in het voorjaar van 2023 waren we op trainingskamp in de Veluwe. Mooi kamp, alles ging hartstikke goed, training ging goed. Het was allemaal lekker zwaar, dus iedereen was wel moe. Maar op de laatste dag gingen we nog een rondje losfietsen. Alleen toen gebeurde er wat voor in de groep met de tegenliggers. En toen achterin konden we niet meer remmen. En dan kreeg ik een scheur in mijn andere elleboog. Maar het was wel even weer een dompertje. Ja. Toen had ze het ook echt even gehad. En toen moesten we ook echt alles weer bij elkaar rapen om weer die motivatie weer te krijgen. Op een gegeven moment dacht ik, als er nu nog iets komt, weet ik niet of ik het trek om dan nog weer helemaal weer vanaf nul weer op te starten. Dus gewoon inhoud wordt weer beter, dus moet ik nu niet stoppen, want dan moet ik weer vanaf nul beginnen. Nou, met name die tweede tegenslag, dat ze haar elleboog brak, dat was wel een enorme teleurstelling. En daar is ze ook wel echt even verdrietig om geweest. Dat mag natuurlijk ook. Maar goed, ook daarin gewoon wel snel de knop weer om. Kijken wat zijn de mogelijkheden en daar gewoon mee aan de slag gaan. En niet blijven hangen in het negatieve en wat er niet mogelijk is. Ja, dat is wel iets wat zij zich beseft. Als je dat doet, ga je er gewoon niet komen. Dus ontzettend positieve instelling. En op die manier ging ze daar gewoon mee aan de gang. Ja, ik denk toch dat je er altijd sterker uitkomt. Na zo'n tegenslag, als je weer helemaal eigenlijk naar de top kan klimmen daarmee met zo'n tegenslag, ja, denk ik wel dat je er altijd sterker uitkomt. Weekend was Holland Cup 1 en dat heet de IJssel Cup in Deventer. En bij deze wedstrijd kan je plaatsen voor de WCKT, het World Cup kwalificatietoernooi in Tialf. En dat is volgend weekend. En wat ben je nu aan het doen? Nu ben ik een lekker havermoutje aan het maken. Ja, ik eet het normaal elke ochtend voor een training, maar ik had vanochtend niet zo heel veel zin in en vandaag een rustdag. Dus ik dacht, ik maak het gewoon als lunch, want het is lekker koud buiten en dan is dit een lekker warme lunch. Zaterdag reed ik de 500 en de 1500. En de 500 moest ik tegen Rosalie, dus dat was wel leuk, want teamgenootje van me natuurlijk. En de opening ging niet heel goed, maar het rondje wel, dus uiteindelijk was ik wel tevreden met mijn rit, alleen het resultaat was waarschijnlijk net niet genoeg om het te plaatsen, dus ik sta nu reserve op de 500. De 1500 ging vooral het eerste rondje heel goed en het laatste rondje. Qua tijd was ik wel tevreden en ik had wel me wel geplaatst voor de WCKT. Daar was ik wel heel blij mee. De zondag reed ik nog de 1000 meter. En toen kwam ik over finish en toen zag ik die tijd en toen dacht ik eerst van ik weet niet of het überhaupt genoeg is voor me te plaatsen, zeg maar. Maar toen vertelde mijn trainer Stefano op het middenterrein dat ik het podium had gehaald. Dus daar was ik wel echt super blij mee. Dus was ik derde geworden en dus ook geplaatst voor het WCKT. Dus daar was ik wel echt super blij mee. En die mag niet filmen, hè? Nee. Heb je nou taart? Shit! Ook voorbereiding, hè, voor het WCKT. Eigenlijk het seizoen gaat super goed. Fysiek voel ik me ook echt heel goed, heel fit. Weinig pijntjes en eigenlijk verlopen alle trainingen echt goed. Dit gaat natuurlijk wel gebeuren. Het hoofddoel is natuurlijk, zijn natuurlijk de juniorenwedstrijden nog. Het is het laatste jaar als junior, dus daar wil ik gewoon zoveel mogelijk uithalen. Maar ook we kijken natuurlijk wel een beetje naar volgend jaar. Dat moet je wel laten zien. Als ik een seniorenwedstrijd heb, bijvoorbeeld in Tialf, dan is dat een mooie kans om te laten zien van wat ik in huis heb.
Zeker trots. Ja, zeker trots. Ja. Ja, ja. Dat is wel een mooi moment, hè, dat je daar als junior mee mag doen. Eerst in oktober met WCKT en uiteindelijk afgelopen week, hè, met NK afstanden. Dus wat dat betreft... Ja, dat is ook gewoon leuk. Ja, leuk. Ja. 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 Maar daar doe je het voor. Ja. Hè, want dat is de volgende stap. En daar moet je naartoe. Ja. Het is eigenlijk een bekende schaatsnaam, want opa Fokko Veen was marathonschaatser, wielrenner ook. Edwin Veen, daarover kun je hetzelfde zeggen, schaatser, maar vooral wielrenner. En daar staat kleindochter of dochter, Meike Veen. En die zagen we eerder dit seizoen bij het kwalificatietoernooi. Persoonlijk record, knap gereden, onder de 2 minuten. En we moeten misschien die tijd maar eens gaan vergelijken met die Toen heb ik met NK afstanden gereden. NK afstanden senioren in Tielf. En ik reed, de donderdag reed ik de 1500 meter. Nou, dat ging eigenlijk wel best wel goed. Alleen ja, mijn opening ging goed. En toen dat rondje, ik had buiten. En ik wist dat mijn tegenstander geen snelle opening had staan altijd. Dus ik dacht, nou, dat wordt echt een mooie kruising. En uiteindelijk werd het geen mooie kruising, want zat ik er eigenlijk naast. En ik had buitenbaan, dus ik had eigenlijk voorrang. Maar ze wachten eigenlijk tot het einde van het rechte stuk met aan de kant gaan voor mij. Want ik kwam er net niet helemaal lekker voor. Ook qua verval was het wel goed, maar ja, mijn eerste rondje was gewoon, nou ja, daardoor te sloom. Dat ik gewoon niet echt lekker op snelheid door kon rijden. Maar ja, op zich, ik vind altijd met van die seniorenwedstrijden toch eigenlijk, ja, staat het leren ervan is gewoon bovenaan. Kijk, presteren is ook heel goed, maar bij dat soort wedstrijden moet je ook gewoon dingen leren. En nou ja, nu heb ik dat maar gewoon gehad met een moeilijke wissel. Een halve seconde dus. De strijd om onder die 2 minuten te blijven zal nog lastig worden. Opgejaagd nu wel door Kerkhoff, maar de voorsprong is groot genoeg. Ze gaat deze rit winnen, maar een persoonlijk record wordt het niet. De 1:59.09 blijft staan. Het wordt 1:59.50. Daarmee wel... Zij gaat niet daar ook van, en dat zie je ook gewoon. Ik bedoel, hoe zenuwachtig dat ze even van tevoren was. Maar toch wel die trots voor zichzelf al. En hier ben ik al. En we gaan door. Ja. Ja, heel leuk. Ja, dus ze gaat er ook best wel onbevangen in. Ja. Ja, ook wel grapjes en van tevoren nog. En dus eigenlijk is ze best wel relaxed, vind ik zelf. Ja. Ja, ja, er zijn er wel anderen als je de televisiebeelden soms ziet. Ja. Die heel gestrest zijn. Ja, misschien is ze dan toch wel echt een nuchtere Gronings, wat dat betreft. Ja. Ja. Meike Veen, over haar kun je hetzelfde zeggen. Ready. Zaterdag had ik de 1000 meter, dus dat wel heel fijn was. Zat een dagje tussen, dus dat scheelt wel. En eigenlijk ging dat heel goed. Het was echt een goede race. Ik had een tegenstander met een hele snelle opening en ik had buiten, dus ik kon gewoon mooi mee. En toen uiteindelijk was de laatste 50 meter... Voor de finish viel ik ineens. Oh, wat jammer, wat jammer. Ja, die tijd geldt wel. Maar het had sneller gekund. 1:16.47. En dat is met val een persoonlijk record, Martin. Ook geen idee hoe het komt, nog steeds niet. We hebben het al gewoon een paar keer teruggekeken. Maar ja, echt geen idee hoe dat is gebeurd. Dus uiteindelijk, gelukkig was het wel bij de finish. Dus als het moest gebeuren, was dat wel het goede moment. Maar toch is het wel balen, want... Ja, het is toch best wel een paar tienden die je mist. Want ik reed uiteindelijk ook nog een PR. En anders was dat nog een sneller PR geweest. Dus daar bal ik dan wel weer van. Ik was dus, lag op een gegeven moment stil natuurlijk. En iedereen ging klappen. Dus ik dacht, ja, ik kan nu niet doorrijden en niks doen, zeg maar. Gewoon chagrijnig doorrijden. Dus ik ging gewoon zo heel ongemakkelijk zo zwaaien naar alle mensen. Want ik dacht, ja, anders is het ook stom. Als ik daar gewoon hun niet eens aankijk. En ja, weet je, ze klappen toch voor jou. Dan doen ze eigenlijk altijd als iemand valt en een PR rijdt. Dat is, ja. Dus ik ging toch gewoon even zwaaien, maar het zag er op beeld heel ongemakkelijk uit. Maar hoeveel schaatsers kunnen zeggen? Persoonlijk record met val. En Meike Veen kan dat vanaf vandaag zeggen. In Nederland binnen de junioren was wel redelijk makkelijker bovenop.
zeg maar. Maar tussen de senioren, ze hebben laten zien dat zij hoort daartussen. En ook richting die hoge kant van de klassementen, niet in die lagere kant. Zo heb ik ook een geweldige toernooi gereden, die NK Allround senioren. Expres gekozen voor Allround in plaats van sprint. Want sprint was voor haar misschien de makkelijke keuze. Maar zij wilde haarzelf goed uitdagen. En heb daar ook geweldig gedaan. En met een 9 plek uiteindelijk. Dat is echt een topprestatie. Het WK junioren in Japan. Dat is wel, en natuurlijk het NK Allround. Maar dat komt natuurlijk eerst. Daar moet je je plaatsen voor het WK. Maar het grootste, laatste wedstrijd van het seizoen, dat is wel het WK in Japan. Nou, wel ten eerste heel leuk dat het in Tialf is. Dat is, heb ik nog nooit gehad. Ik denk dat het wel een heel snel NK gaat worden met iedereen. Want ze doen wel vaak hun best voor dat soort wedstrijden om het ijs goed te krijgen. Dus eigenlijk, ja, daar heb ik wel heel veel zin in. En wat ik net zeg, ik probeer, zeg maar, eerst na de World Cups en zo dacht ik aan het NK en kon ik er eigenlijk niet aan denken. En dacht ik echt, nou, ik word doodzenuwachtig van de gedachten. Maar nu denk ik eerder van, ja, ik wil gewoon voor mezelf een goed weekend rijden. En dan zie ik vanzelf wel wat eruit komt. Ja, dit is voor de junioren is het de hoofdrol. Ja. Ik ben ook uit Tillet, wordt er ook, die bereiden ons ervoor. En ik denk dat ze daar ook wel wat gedaan hebben. Ik denk dat ze ook allemaal scherp staan. Kan je daar winnen als je alles goed gaat? Nou, ik vind dat het moeilijk om te zeggen. Maar ik weet wel gewoon als ik gewoon laat zien wat ik waard ben, dat ik wel heel erg dicht in de buurt kan komen. Dus ja, daar ga ik vooral mijn best voor doen. Dat is eigenlijk allemaal maar afwachten. Dan ben je ook tevreden met een derde plek? Nou, dat denk ik niet. Nee, toch is het wel het doel is wel gewoon winnen natuurlijk. Dus uiteindelijk zou ik nu niet echt tevreden zijn met een derde plek. Maar ja, toch durf ik het niet te zeggen of ik zou kunnen winnen of niet. Dus ja. Het echt zien van afstand naar afstand en ja, haar doel is natuurlijk om naar Japan te gaan. Onze wereldkampioen junioren, Maaike Veen. Ik hoop dat de komende 5 jaar hetzelfde uit blijven zien als deze jaren. Gewoon lekker veel schaatsen en hopelijk in een stijgende lijn en dan hoop ik dus wel bij een mooie ploeg te zitten. Maar ja, dat is allemaal nog heel, dat weet ik allemaal nog niet. Dus ja, dat ze de top bereiken natuurlijk. Ja, dat ze dromen waar kan maken. Ja, en dat ze plezier blijft houden in een sport. Dat is factor 1. Plezier is factor 1. En als je dat hebt, dan kun je heel ver komen. Ze doet er in ieder geval alles aan om ervoor te zorgen dat ze de top gaat halen. Kijk, en ja, dat is natuurlijk, je hebt heel veel invloed op de dingen die je zelf kan uitvoeren en oefenen. En hoe goed je bent, daar heb je ontzettend veel invloed op. Alleen, ja, je hebt geen invloed op andere toptalenten om je heen bijvoorbeeld. Of hoeveel plekken er vrijkomen in topploegen bijvoorbeeld. En ja, dat kun je deels afdwingen door de tijden die je rijdt. Maar ja, ook blessureleed, daar heb je niet altijd invloed op. Maar goed, ik denk wel dat als Maaike doorgaat op de voet waar ze nu mee bezig is, ja, dan heeft ze een hele grote kans om de top wel te halen. En zeker met de instelling die zij gewoon heeft. Maar ja, die garantie is natuurlijk nooit 100%. Ploeg en topteams zou gaan vinden dat zij lekker in haar vel kan daar zitten. En beter ontwikkelen en als persoon, maar meer als schaatser en fysiek en mentale. Dat kan ook zo sterk zijn dat er moet iemand denken, oh, kom Maaike voor ons.
So... En dat denken ze nu volgens mij al wel een beetje als Maaike aan de start staat, of niet? Ja, nee, maar tussen de juniorwereld, ja, tussen de senioren, dat begint wel een beetje. En te zeggen, oh, dit is een goede talent, dat als ze doorgroeien, dan kan wel een probleem voor ons zijn. I got real tears running down my face. I got real fears waiting to be faced, but I'm still here. It's another day and I'm still here. I got blue skies, open up above me, let me hold you tight. Tell me that you love me, it's a new light. Oh, nothing's ever felt more real. Hold me close, crazy light. I'm living at the speed of light. Time and grace around me, as I sit and wonder why. Don't let go, crazy light. I'm living at the speed of light. Don't forget about me before we get to say goodbye. You go faster than I run, faster than I follow, fly faster than I want. Look around and realize that you're the only one. Yeah, you're the only one. And now on my knee, looking for meaning, looking for something that's real. I got someone to love me and I just started to feel. We're loving in slow motion, loving in slow motion, me. Hold me close. Zeker klaar voor de topsport.